Ik ben Patrick Hasselvloeg, ook wel E.T. van de No Oren Crew. Maar vandaag hier vooral voor Leeuwarden Collectief. En uh, uh, las ik Join the Jam. Ja, wat is dat? Join the Jam is een evenement waarbij we hip-hop als middel gebruiken. om uh, jongeren eigenlijk mee te laten doen binnen de wijk. En vooral uh, ja, eigenlijk zo actief te stimuleren om bezig te zijn met uh, bepaalde thema's. zoals talentontwikkeling en het uh, bevorderen van hun eigen kracht. Ja. Al lang bezig? We zijn nu eigenlijk sinds eind 2013 bezig. Vorig jaar hebben we drie verschillende the jams gehad. In de vrijheidswijk en in Bilgaard. En dat was eigenlijk super leuk. Jongeren hebben heel enthousiast gereageerd, ouders ook. Het wijkteams ook, die hebben daar ook aan meegeholpen, Het wijkpanel, het vrijwilligerswerk. En ja, dat was eigenlijk super. Het doel ligt voor de maar Leg het eens uit. Wat willen jullie ermee mee te werk Wat wil jullie mee? Nou, we hebben eigenlijk als doel met Join the Jam dat we door middel van uh, workshops en ook door jongeren actief erbij te betrekken, vooral bij de organisatie. Dat we uh, door middel van de workshops een, uh, een stimulans willen bieden op het gebied van de talentontwikkeling. Um, uh, dat ze eigenlijk uh, het, uh, hun eigen talenten en eigen kracht ook kunnen uh, erkennen en daarmee nou, verder kunnen. En uh, dat uit zich in de vorm van bijvoorbeeld uh, een rap workshop, uh, breakdance workshop. Uh, eigenlijk dat ze zich binnen de wijk op zo'n manier kunnen inzetten dat het, uh, nou, dat het vooral lekker actief is. En dat ze mee kunnen doen ook in de samenleving. Te gek initiatief man. Ja, zeker. zeker. Ja, breed gedragen ook door de wijk? Ja, zeker. Er, er is zeker wel veel steun voor. We hebben ook vanwege de eerdere edities hebben we gemerkt dat het wel zeker speelt. En dat ook vooral bij de jongeren het uh, speelt. En dat ze het vooral heel erg leuk vinden. Want ze vinden het vooral leuk om mee te doen ook. Ja, het, is alleen, uh, ja, het is meer dan muziek hè, wat dat betreft. Ja, klopt. Het is meer dan muziek. Er steekt ook heel wat achter. We hebben er met zoals het wijkpanel, het wijkteam, uh, ouders, kinderen. Uh, we hebben bijvoorbeeld voor de sponsoring hebben we voor deze uh, aankomende editie hebben we ook een samenwerking met Connecting Hands van Jan Stuven. Um, en uh, ja, er steekt gewoon heel veel achter, maar vooral de uitwerking dat is het leukste. Ja. Uh, welk tijdsbestek hebben we? Data? Wanneer begint het, eindigt het? Ja, de eerstvolgende editie Join the Jam zal uh, plaatsvinden in Bilgaard op 28 mei. En dat zal plaatsvinden bij de speelkoepel. Dat is uh, aan de kant van de Albert Heijn bij het winkelcentrum Bilgaard. Uh, verdere informatie kan men ook uh, vinden op de Facebook van Leeuwarden Collectief. En zou, vandaag zou er eigenlijk ook een editie plaatsvinden in de Vrijheidswijk. Uh, maar ja, we zijn wel gebonden aan bepaalde strikte randvoorwaarden en van, voor vandaag konden we die helaas niet uh, geheel verantwoorden. Okay. Dus toen hebben we uit voorzorg hebben we ervoor gekozen om het vandaag niet door te laten gaan helaas. Oh, maar, jammer? Ja, zeker jammer. Maar we hebben wel een oplossingsgerichte aanpak wat betreft Leeuwarden Collectief. Vertel. Nou, we zijn voornamelijk uh, erop gebrand om um, samen met de jongeren en het wijkteam, het wijkpanel, de vrijwilligers en met Leeuwarden Collectief um, eigenlijk een nieuwe editie te realiseren. En uh, ja, we hopen dus samen met de jongeren en de verschillende organisaties, zo snel mogelijk op een korte termijn, ook een editie weer in de Vrijheidswijk te organiseren. Ja, leuk man. Uh, meer informatie? Iedere site, Leeuwarden Collectief, Facebook, wat dan ook? Jazeker, we hebben een uh, Facebook voor Leeuwarden Collectief. En uh, ja, daar kunnen mensen ons gewoon uh, opzoeken. En dan kunnen ze op de pagina zelf kunnen ze ook informatie vinden. En vaak hebben we op de, uh, op de pagina zelf hebben we ook evenementpagina's voor Join the Jam. En daar kan men ook de tijden vinden.